het moment waarop ik dacht ik moet oorlog in zekere zin verteerbaar maken zonder de gruwel te verzwijgen, zonder een suikerlaag eroverheen te strooien. Toen dacht ik, wat maakt een verhaal over oorlog voor kinderen verteerbaar? En ik dacht, door ze kind te laten zijn, en zo was het ook echt, door ze kind te laten zijn, ook in die oorlog. In het hoofd van een kind kruipen. En zo de oorlog beleven. En dat hoofd van dat kind is mij nog steeds zeer vertrouwd. Ik kan mij nog haarscherp voor de geest halen hoe ik me voelde als kind, hoe ik dacht als kind, waar ik me zorgen over maakte, waar ik verhalen rond verzon om mezelf te troosten, om een antwoord te bieden op dingen waar geen antwoorden op zijn. Daar is dit boek dan uit voortgekomen. Ik ben Charlotte en ik ben niet in beeld omdat ik er niet bij kan zijn tijdens de opnames. Ik was eigenlijk meteen heel ontroerd door de tekst. Maar dat maakt het tegelijkertijd ook moeilijk, want dan is het even denken of je daar dan als illustrator nog iets aan kan toevoegen. Dat was een zoektocht, maar ik ben wel blij met de oplossing om vooral met silhouetten te werken en een soort lege paletten van mensen waar dat eigenlijk nog veel op geprojecteerd kan worden door de lezer. En dat vond ik wel een fijne oplossing om het aan te pakken. Er is zo één prent die ik ongelooflijk mooi vind. Hier. Deze prent. Hier vlucht Alice samen met haar jongere broertje en zusje naar Frankrijk op de trein. En ze zitten dicht tegen elkaar aan. En hoe ze dat hier in beeld heeft gebracht, dat beeld is eigenlijk hier, vind ik, veel sterker dan de woorden. En een recensent beschreef het heel juist toen hij zei, het is een soort pieta. Soms denk ik dat ik er beter in slaag om over erge dingen te schrijven dan erge dingen te lezen. Het feit dat ik, denk ik, me vrij goed kan inleven in andere mensen, maakt dat ik boeken schrijf met, hoop ik, geloofwaardige personages. Keerzijde is dat ik zelf heel slecht tegen gruwel kan. Gruwel die door anderen beschreven wordt.